Het is dus zo dat je 20 minuten geleden je optreden hebt gedaan. Want je belde anderhalf uur geleden aan hier. Het ging hartstikke goed. Ik dacht ineens, van die gast die klinkt een beetje als de Nederlandse Neil Diamond. Vervolgens dacht jij, ja, maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Ofwel van zijn naam, maar zijn muziek ken ik niet. Nee, ook zijn naam eigenlijk, ik heb nog nooit gehoord. Nee. Vervolgens kwamen er een aantal suggesties binnen van roadshowluisteraars. Waaronder die van jou, Millie. Waaronder die van mij, Jan-Willem. Ja, I am, I said. En ja, hij heeft net zitten studeren. Hoeveel van het nummer heb je in die 20 minuten onder de knie gekregen? Bijna alles. Serieus? Zo. Ja, ik moet het wel echt gaan spelen, anders vergeet ik hem. Oké, nou ga gauw die gang. Maar hoe het ook gaat aflopen, ik vind het nu al knap. Hey! LA's fine, the sun shines, most of the times. And the feelings laid back. So low, but you know, I keep thinking about making my way back. Well, I'm New York born and raised, but nowadays I'm between two shores. LA's fine, but ain't no home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself. Ik heb een voorstel. Ik ga voor jou een rijsttafel maken en zing alsjeblieft een paar keer dit lied voor mij. Ik ben zo gelukkig. Echt zo gelukkig. You're a good man. You're in. Nou, je hebt al een rijsttafel in de pocket. Nou, kijk. Ja. Is het iets waarvan je denkt, van, nou, dit nummer kan ik wel toevoegen aan mijn repertoire? Of, ja, het maakt er nu al in, dus waarom ook niet, hè? Nee, maar echt, hoor, Millie. Dit is er gewoon alsof we Neil Diamond aan de dubbel hadden vanavond. Ja, kom op, zegt de nieuwe Neil Diamond is opgestaan. Actie hier. Ja, nee, maar sowieso qua stem was het echt, en qua zanglijn was het spot on. Je kijkt die akkoorden. Ik kan me voorstellen dat je af en toe denkt van, oh, wat was het ook alweer? Maar als je dat in 15 minuten moet doen, ik vind het knap. Nou, thanks. Ik vind het echt chapeau. En die rijsttafel die staat. Serieus. Bij deze, weet je wat we doen? De volgende keer dat Jim aanbelt en Wendy zit altijd in het complot en regelt ze gewoon dat jij ook langskomt, Millie. En dan genieten we allemaal mee van die reis. Dat gaan we doen. Het bankenbaan. Op korte termijn gaan we dat zeker doen. Bij deze geregeld. Dankjewel. Jim van der Zee, ontzettend gaaf dat je er was. En succes met alles. Yo, bedankt dan. Concert at Sea, geloof ik ook, hè? Ja, gaan we doen, ja. Ja, heel veel plezier daar. Leuk. NPO Radio 2.